informatie vanuit verschillende bronnen. En daardoor ontstaat er ook veel reus. Ja. Dus misschien dat u als minister ook even kan uitleggen wat precies het traject is geweest dat geleid heeft tot de uitzetting van mevrouw Edenburg. Ja, laat mij aangeven dat de uitzetting, dus de intrekking van het verblijf van mevrouw Edenburg en de uitzetting niet heeft te maken met cyanide. Met de activiteiten die ze heeft ontplooit in dat verband hebben dus de uitzet, ze hebben niks te maken met cyanide, met het cyanide verhaal. Laat mij aangeven dat mevrouw Edenburg oktober van het vorig jaar al begon met haar activiteiten. Eén, die mevrouw heeft een demarcatiebord geplaatst bij Krakka, aangevende dat vanaf Krakka tot aan de grens met Brazilië, dat daar Saramakaans grondgebied is. Ze heeft erin geparticipeerd, de oprichting van het Saramaka Volkstribunaal. Ze heeft opgeroepen, mensen opgeroepen om militaire training te volgen, zodat zij hun grondgebied, het Saramaka grondgebied, gaan beschermen. Vervolgens zien we in die cyanide case dat ze inderdaad wel een paar volgelingen, zeker een 15-tal mannen, hebben haar begeleid om ondernemers te intimideren. Dat ze, weet je, uit het gebied moeten, zijn andere fysieke handelingen gepleegd. Dus dit heeft ook geresulteerd in een aangifte tegen haar van bedreiging en diefstal. Dus op grond daarvan werd ze toen aangehouden. Maar dat van die verblijfsvergunning was al februari maart ingetrokken. En op grond waarvan was het ingetrokken? Was het vervallen of was het... Nee. Het gaat erom om de zaken die ik hier heb genoemd. Weet je, als je bijvoorbeeld Suriname komt delen, we hebben een grondwet, toch? We hebben één natie, we hebben één regering en er is een rechtsorde. Ik zie het al gebeuren dat u in een land, misschien in Duitsland of misschien in Nederland zelf, dat u bijvoorbeeld in Den Haag een bord gaat plaatsen dat daar vanaf daar, weet je, voor een bepaalde groep is, geldt. Dus al deze activiteiten hebben ertoe geleid. Weet je, bedreiging van onze rechtsorde. Voorkomen dat radicalisme zich gaat vestigen in Suriname. Die dingen moeten we hier niet hebben. Toch? Dus in verband met deze zaken is de verblijfsvergunning van de mevrouw ingetrokken. Maar niet dat ze vanwege de cyanide, het cyanide verhaal eruit is gezet en Maar de vraag bij de meeste mensen is, als haar verblijfsvergunning in februari is ingetrokken, waarom wordt ze nu pas dan opgepakt? Dus de politie heeft haar opgespoord in die tussentijd op de haar bekende adressen. Men heeft haar niet kunnen aanhouden. En pas bij deze aanhouding is het proces dus ingezet. Dus ze werd al een tijd gezocht? Ze werd gezocht, inderdaad. En waarom voor haar ook een beetje reus ontstaat, is de manier waarop zij het land is uitgezet. Menigeen stellen zich de vraag, maar waarom via Frans-Guyana? Want uiteindelijk is ze toch teruggestuurd en moest ze via de luchthaven het land verlaten. Dus waarom is toch de keuze gemaakt in eerste instantie? Kijk, er is een noodpaspoort uitgegeven door CBB. En er is ook een bewijs dat die mevrouw dus de Nederlandse nationaliteit heeft. En op grond van die overwegingen. En eigenlijk om de rust te bewaren, is er gemeend om haar via die route uit te laten zetten. Ik zie dat ik moet vertrekken. Maar belangrijk is, heeft die mevrouw bijvoorbeeld beroepsmogelijkheid gehad? Inderdaad wel, ze heeft ze gehad. Ik was informatie gaan verstrekken aan de rechter. En de rechter heeft ook deze vragen gesteld aan haar advocaten. Van, hebben jullie ruimte gehad om die bevoegdheid, dat recht te exerceren voor haar? En ze hebben geen gebruik daarvan gemaakt. Want
wanneer ik als minister, wanneer de minister intrekt, is er beroepsmogelijkheid open bij de president. En vervolgens mag die persoon naar de rechter. Dus er was ruimte om de president aan te schrijven, in beroep te gaan bij de president en bij de kantonrechter. Maar ik denk dat we moeten sluiten hier. Maar ja? Toch ter verduidelijking, u zegt dus dat er eigenlijk geen wettelijke procedures zijn overgeslagen. Dat proces is volgens... Kijk, mensen zijn een andere mening toegedaan. Weet je, en u gelijk, hun gelijk, kunnen ze bij de rechter halen. Ja. En ze zijn, jammer genoeg, ik ga niet zeggen jammer, maar het proces is niet doorgegaan omdat die mevrouw vrijwillig is vertrokken. Overigens moet ik aangeven dat het Nederlandse consulaat hier, weet je, echt een bijdrage hebben geleverd aan, weet je, aan dat die mevrouw vrijwillig kon vertrekken. De straat.